Hoi, mijn naam is Jean Bertrand. Ik werk bij het Discovery Museum in Kerkrade en ben verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling samen uiteraard met een aantal collega's. Een innovatiegalerij die aandacht besteedt aan circulaire economie. Belangrijk thema uiteraard, want we hebben vorige week gezien dat het IPCC-rapport ons waarschuwt voor de consequenties die we misschien voor onze neus krijgen in de komende jaren. En in de innovatiegalerij willen we laten zien hoe bedrijven en designers bezig zijn met duurzaamheid. Op een manier dat reststromen en afvalmaterialen gebruikt worden om nieuwe producten of nieuwe concepten te ontwikkelen die ons gaan helpen om in de toekomst misschien wat beter naar onze omgeving te kijken. Nou, de innovatiegalerij gebruiken wij als kweekvijver voor onze collectie. En daar willen we graag de stem van de bezoeker laten meewegen. Dat betekent dat in de tentoonstelling staat een stemmodule. En de bezoeker kan uit de 12 projecten die er staan, dat project kiezen waarvan hij denkt of zij denkt dat het de meeste impact zal hebben op zijn eigen leven, op de toekomst, op duurzaamheid in het algemeen. En hoe het bij kan dragen om onze wereld wat beter te maken en wat meer verantwoord om te gaan met allerhande grondstoffen en andere zaken. Dus er is een hele veelheid aan verschillende projecten die op de een of andere manier allemaal bezig zijn met onze wereld een stukje beter maken.